Welkom bij de super dikke awesome aflevering 2 van Gamerd. Niet aan mij schieten, bitch. Met Ruud Funk. Yeah. We hebben 4 PlayStations aan elkaar geschakeld en 4 televisies neergezet. Ik weet niet, kan je dat even laten zien op het grote... Kijk dan. We hebben natuurlijk... Waar de fuck zijn jullie? Allerlei... Al die eerlijke dieners. Nee, je praat door het spel heen. Ja. Briljante dingen verzonnen. Stil. Dus wat willen jullie als eerste doen? Ik wil als dood eerste... en verderf zijn. Dood. Jullie zijn even voor de goede orde fans van GTA 5, hè? Ja, zeker wel. Ik had het nog op de Xbox vroeger. Ja, op de PS3 had ik het. Dus maar ik heb het wel. Ik heb zeker Trevor doodgemaakt aan het eind. Waarom Trevor? Ik ben helemaal gek van die gast. Maar ja. Ik had zoveel medelijden, hè. Ik weet niet of je het nog weet, maar hij lag badend in een bad benzine te smeken om zijn leven. Take a fucking shot! En toen heb ik er vuur bij gegooid. Ah! Toen ging ik later, had ik spijt dat ik ga toch die Michael doodmaken. Dat is ook fucking zielig. Maar ja, pak het. Kun je met z'n vieren een stripclub in, of niet? Vast. Laat elkaar even leven. En ga, blijf een beetje uit mijn personal space. Sorry. Ah ja, je bent meer van de mannen, zie ik alweer. Nou. Gaan we naar binnen? Ja, ik ben lekker... Hij gaat toch? Ik ga nu lekker naar een stripper toe. Follow Juliet to the private room. Ik ga mee, hoor. Ik ga met je mee. Ik wil dat ook wel zien, ja. Graag. Wie is dan, wie heeft die chick? Hey, ik mag gewoon niet meelopen, wat is dit? Jullie mogen niet mee. Jezus. Maar je kan misschien wel je eigen mevrouw lenen. Deze dan, wie is dit? Hé, hey, maar ik kan ook niet eens een gun pakken nu, dit is heel raar. Oh, kut. Daar, die... Wat gebeurt er? Oh nee, sorry, rennen. Wat de fuck doe jij? Ik ga weer naar buiten. Dag dames. Nee, ik ben dood gegaan doordat het jullie... Tering. Kan het niet. Oh! Ja. Sorry, ik had een mijn gelegd voor de deur, maar jullie kwamen net naar buiten. Kijk even op je telefoon en join mijn race. Oh ja! Voordat ik het vergeet, Elise is vandaag jarig. Echt? Hey, thuis met slagroom! Hooligans! Kosten nog moeite gespaard. Van bij de Vomar. Gefeliciteerd Elise! Ik moet nog met de trein. Dat is een heel lullig ding. Oké. Yes. Nee! Je haar! Nee! Dat was toch geen lullig dingetje? Ja, sorry, er komt meer uit. Pas op, zit heel erg in je haar. Wacht, ik haal het er wel zo af. Ze is helemaal... Ja, lekker. Wie de fuck ben je? Oh ja. Hey, joh! Oh kut, wacht. Nu ben ik weer gewoon, hè? Hier moet je omhoog en dan een looping maken. Echt waar. Nee, kut. Ik wacht wel even op jullie. Wacht even allemaal dan. Ik wil lekker een spel doen dat René wel kan, want hij in alle andere spelen steeds van ons verliest. Dit kan hij dan weer, game nerd. Hey, ik vind dit echt zo kut, dit spel. Later sukkels, haha. Oh, dan gaat hij nu vol gas. Ik sta eerst, woe! Wie rijdt er achter mij? Ik rijd naast je. Voor je nu. Oké. Nee, eet. Moeten we nog even het laatste gedeelte van de race wachten ter meerdere... Nee, fuck haar. Het is allemaal verjaardag, hè? Ja. Waar ben je geworden? Wat denk je? 37. Oh, nou, bijna. Nee, grapje. Nee, waar ben je geworden? 27. 27? Ja. Wat een schitterende leeftijd. Prachtig, hè? Niet waar, ik heb gewonnen. Ja, hele gewonnen noemt hij dat dan. Ik wil eigenlijk heel graag een stukje taart met slagroom. Ja, ik ook. Ik ben wel jarig. Dingen regelen. Kan het hebben, toch? Ja, het valt wel mee. In je haar gaat het heel erg meuren, toch? Op zich denk ik dat er wel een hoop ongein in zit die je op zich kan gebruiken, alleen daar nog een lijn zeg maar. Jongens, kijk nou, ik heb een pik en 2 ballen geburn-out. Ik weet niet of iemand hier iets over wil zeggen. Oké, laten we nog 1 plan verzinnen. Laten we met z'n allen nu afspreken in de auto. Dan gaan we naar een wapenwinkel, dan gaan we boven op het dak zitten. Oh, hij begint gelijk om te schieten. What? Boeien, los. Raak even de politie kwijt dan. Lose the tail, jongens. Of we hebben weer 2 steen. Waarom doe je dit nou weer? Dan hebben we weer allemaal politie als jij die gast doodschiet, Tom. Dat deed ik niet. Oh, dus René. Ja, maar jij loopt... Luister, jij loopt de hele tijd te miepen dat dit een kut-item wordt omdat we niks halen, omdat de politie er steeds is. Ga jij de wapengas doodschieten? Dit was puur zelfverdediging. Hij begon met schieten. Dus wat is het idee? Granaten? Alles, zeg maar, gewoon snipers, veel... granaten, raketlaunchers, alles gaan kopen. Oké, jongens, nu gaan we allemaal heel beschaafd doen. Je hebt toch één zo'n plek dat je gewoon met gebouwen ingaat en dat je daar kan af...
base jumpen, zeg maar. Ja, dat is dat gebouw met die hoge hijskraan ernaast. Ja, het is echt moeilijk om met z'n vieren gecoördineerd plan uit te voeren. We moeten toch allemaal onze impulsen volgen. Eigenlijk is Elise de enige die gewoon beschaafd is en denkt, oké, dit gaan we doen. En wij drieën, ik probeer er nog wat van te maken. Ja, en wij drieën zijn toch elke keer gewoon, denk je, zie je een leuke mogelijkheid om iemand raar dus zijn kop te knallen, dan doen we het. René, je baalt een beetje van het item, hè? Ja, maar waar? Ja, echt, hè? René, wij zijn als een achterlijke dit dak op aan het klimmen. Oh, nee! 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 Ik val van de trap af, ik was eigenlijk boven. Jezus. Hoeveel trappen zijn het? Heel veel. Moeilijk. Ik ben als eerste begonnen, ik ben er nog niet. Oh, echt? Wow. Serieus, hoeveel zijn er? Ja, fucking veel. Ik ben er nog steeds niet. Fuck. Ik ga mij neerleggen. Nee, rot op. Ik ga mij neerleggen voor jullie. Nee, rot op. God damn it, wat is dit kut? Wie heeft het verzonnen? Ik, ja. Nee. Tom, wat doe je? Tom, wat doe je? Ik zie je voorbij vliegen. Doe je nou? Ja, maar die granaten al lang een plof voor ze beneden zijn, joh. Ja, we kunnen inderdaad beter op een dak gaan jumpen. Nee. Parachute. Nee. Ik haat dit. Ik ga dit niet meer doen. Dit is het slechtste plan ooit, Tom. Die fucking hijskraan in. Ik ga eraf. Oh boy. Ik heb mijn... Kijk, Tom, ga. Ik wil ook een dak op. Ik haat dit. Ik wil er zo graag een dak op. Kijk nou even naar waar de tram onder de grond gaat. Tom, ik wil dat niet. Ik wil op een dak staan en mensen neerschieten. Ja, maar luister nou. Als je daar zo zit, dan kan de politie maar vanaf één kant naar binnen. Dat maakt me niet uit. Mijn pretje is dat ik op een dak ben. Ik wil zo graag op een dak staan. Ik ga tussendoor. Ah, lekker, nee. René. Lekker, René. Reserveparachute. Nee! Ja, ik ben hier zo klaar mee. Ja, ik ook. Laten we naar het vliegveld gaan en daar een helikopterjat. Goed idee. Maar we kunnen ook wel zeggen dat dit poging 100 is om iets vets te doen. Dat is waar. Maar dat we elkaar de hele tijd doodschieten of iemand krijgt proppen. Maar je kan er wel gewoon langslopen en dan een auto pakken. Sorry. Bedankt, Yannick. Sorry. Hier, ik kan er gewoon tussendoor, mazzel. Okay. Kom, stap gewoon in. Zet even die agent erop. Ja, stap erin. Ga gaan. Oké, okay, yeah. Maar hij begint al te roken, dus... Ja, daarom. Ik ga niet snel landen. Zet hem neer. Ik ben eruit. Oké, nu gaan we vreselijk dood even de F-staan. Let's go. Ik ga hier niet met je boven. Oh shit! Nee. Sorry! Ja, maar hij mikt dan automatisch op jou. Wat heb je gedaan? Ja, ik schoot hem neer. Haha, je bent zo rap. Nee, ik meen het serieus. Hoe gaat het met het verderf, dood en verderf zaaien? Ja, dit gaat heel erg goed. Ander gebouwtje, ander dak. Ik moet naar dat andere dak toe. Laten vallen. Tuurlijk, boys. Lekkere koppel ook. Kijk, en nu? Hij heeft wel een goede plek, hoor. Nu kan ik met pakketjes gaan werken. Oh, hier staan ze allemaal beneden. Oh, jullie staan boven. Ik denk dat ze even. Ja. Nee. Jezus. Oké, jongens. Is klaar, hè? Ja. Nee, maar dit is toch ook hoe GTA serieus gaat. Je plant van alles, je wil van alles doen en het lukt nooit. Ik heb laatst ook een hele avond gespeeld, echt plannen gemaakt. En zodra ik uit het ziekenhuis kom, schoot ik een vrouw of een man dood. En dan was het van, ja, laat maar zitten. En dan had ik weer politie en dan ga je weer achtervolgingen doen. Zo gaat het. Niemand kan dit plannen. Ja. Ondertussen sta ik hier vreselijk deze stad op hol te zetten. Hoppatee. Op zich ging dit allemaal wel zoals verwacht, hè? Deze aflevering. Ja. Dat is heel mooi, dat schot. Dankjewel, man. Dat ik voor jou nog complimenten. Ja, zelfs het nagesprek, het eindgesprekje niet echt... Kijk, ik heb ondertussen gewoon weer 4 sterren, René. Maar hey, ik vond het wel leuk. Ik ook, man. Proost. Terwijl Yannick nog wat mensen staat af te rachen. Kijk, let snel tot schot. Oh, had je die? Terwijl Yannick nog een aantal onschuldige burgers neerschiet. Nee! Zijn dak en helaas zelf komt te overlijden, ga ik deze geweldige show afsluiten. Vooral Tom vond het goed, Yannick vond het goed, ik vond vooral Elise erg goed. Heren, dames. Ja, bedankt, man. Ja, dit is echt fantastisch. Dit is leuk. Ik ga me nu nog heel episch laten aanrijden. Wij spelen gewoon rustig even verder en jullie zie ik de volgende week weer.